We hebben gewoon een beetje een periode achter de rug waar er wat gezeur was. Of dat nou terecht was of niet, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar dat kan zo eens gebeuren. We zitten nu weer in een hele goede flow, denk ik. En ook na vorig jaar, aanvankelijk was er ongelooflijk veel kritiek op het programma. Toen er maar 5 namen bekend waren. Maar er stond wel even Tame Impala en Kendrick Lamar. Dus achteraf hebben mensen dan toch wel het gevoel dat ze iets gemist hebben. We zitten nu in ieder geval weer flink boven vorig jaar. Dus de stijgende lijn zit er weer in. En daar ben ik al heel blij mee. Wat we zien is dat de gemiddelde leeftijd weer wat jonger wordt. Dus daar concludeer ik dan uit dat er aanwas is van jongere mensen. Ja, we proberen natuurlijk wel degelijk ook te programmeren, ook voor jongere mensen. Dus acts als Dua Lipa en Easy Bizou, die toch een beetje meer in de popkant zitten. Of Aurora, wat ook hele serieuze muziek is verder. Maar dan zie je dat daar gewoon heel veel jong publiek op afkomt. En ook acts als Broederliefde bijvoorbeeld. Seven Alias. Dus de hip-hop en de pop. Die heeft ook meer een plaats dan een aantal jaar geleden.